Meditatie 24. Dat is mooi. Meditatie 24 is voor mij totaal onverwacht in een hele andere setting als de vorige. Ik werd vannacht wakker en was 4:15 ongeveer. Maar ik ben beginnen te schrijven 4:31. En ik kreeg telkens maar bloedarmoede. En ik kreeg te zien dat het heel heftig zou toeslaan. Ik kon het gewoon niet plaatsen. Totdat ik beneden ging zitten en dan gebeurt het. Dan voel ik de energieën allemaal doorkomen. En het was vandaag, wat ik verwachtte, was een vervolg op meditatie 23. Ergens een kant op. Maar ja, de titel is bloedarmoede. En ik lees het jullie letterlijk voor wat ik doorgekregen heb. En vervolgens gaan we met een meditatie die bijpassend is, gaan we aan de gang. Ontspan je lekker. Het is een tekst om even goed naar te luisteren. Omdat het bloedverwanten en armoede. Luister maar. Bloedarmoede. Vandaag een heel ander onderwerp dan dat jullie en Stef zouden verwachten. Bloedarmoede. Dit is voor ons een bijzonder fenomeen. Wij moeten het er vandaag tussen zetten, omdat het in jullie maatschappij zoveel teweeg gaat brengen. Bloedarmoede is een sterke onbalans die niet zomaar te herstellen is. Ja, door bloedtransfusie. Maar waar wij het nu over hebben, daar is bloedtransfusie niet meer mogelijk. In de wereld waarin jullie momenteel verzeild zijn geraakt, is de echte norm eerlijkheid. Diegenen van jullie die voor echte eerlijkheid gaan, zullen geen last hebben van onbalansziekten. Zij die niet op het juiste spoor zitten, zullen plotseling te maken krijgen met deze problemen en dit zal hard om zich heen kunnen slaan. Beste mensen, sta niet verbaasd als er mensen om je heen na 2 of 3 dagen ziekbed oversteken naar onze zijde. Met name zij die nog niet wakker willen worden of materie als allerbelangrijkste levensdoel zien, zullen in onbalans geraken. Dit is een van de methodes waarin we jullie ondersteunen om verder te groeien naar het nieuwe tijdperk. Wij snappen dat het moeilijk is, maar dit brengt bloedverwanten en armoede in een ander perspectief. Rijk en arm zijn nu plotseling gelijk aan elkaar. Jullie bewuste mensen zijn de bloedverwanten die het samen gaan dragen. Liefst de bovenwereld. En daar moest ik het mee doen. En ik heb het op mij in laten werken vanochtend. En ik begrijp de strekking. Ga lekker ontspannen zitten. Dan gaan wij beginnen met de meditatie. Ontspan je. En ga lekker
met je aandacht naar je voeten en grond deze lekker. Maak verbinding met de aarde, met de bodem, met het bodemleven, maar ook met de liefde die de aarde ons te brengen heeft. Voel de kracht en de warmte die van binnenuit omhoog kan komen om jouw systeem te voeden. En we gaan ook de andere lagen gronden. De eerste laag om ons heen van onze externe hersenen. Een tweede laag van onze externe hersenen. En de derde laag van onze externe hersenen. En doe dat op jouw manier. En de onderste laag, de buitenste laag, mag je ook visualiseren dat het ergens tussen je knieën is. En voel maar. Laat het heel voorzichtig gronden. En als dat gelukt is, gaan wij naar de kosmische en bovenwereld. En we vragen aan deze kosmische en bovenwereld om samenwerking. Samenwerking vanuit de kennisvelden, vanuit andere systemen, planeten. Om de energie te kunnen zetten die nodig is om de nieuwe tijd te kunnen begrijpen. En we gaan met onze aandacht naar ons hart. En reiken de liefde die we in ons hart hebben, reiken wij aan iedereen die het maar wil en mag ontvangen. We reiken het ook aan onze dieren- en plantenwereld. Voel maar dat de stroming van jouw hart zo sterk voedend is voor al dat leeft. En als je dat gevoeld hebt, dan gaan wij verder door verbinding te maken met alles wat materie is. Wat bezit is van jou of van je omgeving,
heel prima. Maak er contact mee, met je huis, met je spullen. En als jij voelt dat je het op een nette en eerlijke manier hebt verworven, dat je het ook nodig hebt, dat je er lol in hebt, dan rust daar positiviteit op. En voel maar. Voel maar. En het grootste kasteel is net zo belangrijk als het allerkleinste zolderkamertje. Als jij voelt dat het netjes en eerlijk tot stand is gekomen, is het goed. En voel ook dat alles wat boventallige reserves is, dat het in een apart hokje staat. En voel eens dat die boventallige reserves, wat die doen als je ermee gaat werken. Voel maar. Wat het voor jou betekent als jouw doel is om nog meer materie te verwerven. En voel wat het jou doet als jij nu visualiseert dat je al die materie niet meer nodig hebt. En dat je afstemt op een veld, op een groep die samenwerkt vanuit de kosmos en dat ieder nodig heeft wat hem toekomt en krijgt wat hem toekomt. En het gevoel dat dit bij jou oproept van voldoende, goed gegrond, niet te kort. Met dat gevoel kijk je eens om je heen naar 10 mensen die voor jou belangrijk zijn. En voel of ze zacht blijven. Of dat ze in een hardheid zijn beland. Voel even. Neem de tijd om al die mensen even na te lopen. Neem je tijd. En voel het verschil tussen de een en de andere persoon.
En voel ook dat je sommige mensen met liefde kunt benaderen en anderen waar je geen contact meer mee krijgt. En voel de zachtheid die je neer kunt zetten bij de mensen waar je van houdt. Met de kennis van de tweede externe hersenlaag weet ons onderbewuste gelijk of we met deze mensen, individuen of groepen, verder kunnen en mogen. En zij voelen van binnenuit of de wereld nog voor hun maakbaar is of niet. En voel eens of je bloedarmoede kunt waarnemen. Een onbalans in het lichaam. Maar ook bloedverwantschap armoede. Bloedverwantschap armoede. En voel hoe dat die mensen erin staan. En als ze niet kunnen of willen veranderen, tegen welke obstakels ze dan mogelijk tegen oplopen. Dank jullie wel. Stef hoort heel graag jullie reacties, omdat deze meditatie zo anders is dan wat hij ook verwacht heeft, wat ik ook verwacht heb. Het is heel anders. En wat jouw gevoel erbij is, als je een reactie geeft, probeer de 5 regels of minder. Geniet. Geniet van de energie die ik weer mee mag geven aan deze meditatie. Tot de volgende keer.